De tien gemeenten die mee gaan doen aan de landelijke proef voor legale wietteelt kwamen woensdagavond bij elkaar om meer duidelijkheid te krijgen over hoe die proef er nu uit gaat zien. Die extra duidelijkheid kwam er, maar er moet ook nog veel worden uitgezocht voor de proef daadwerkelijk kan beginnen, vindt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls. Nou ja, we weten in ieder geval nu dat Nijmegen samen met negen andere gemeenten erin gaat deelnemen. Uh, ook is duidelijk gemaakt dat het echte begin pas in 2021 zal liggen, dus dat is wel wat later. Dat het kabinet eerst had beoogd. En voor het overige moet er natuurlijk nu heel veel gebeuren. Een aantal vragen moeten echt nog beantwoord worden. Er moet van alles opgestart gaan worden. En het wetgevingstraject Den Haag moet ook nog even afgerond worden. Dat is niet onbelangrijk, want zonder wet kunnen we überhaupt niet beginnen. Kijk, het belangrijkste punt voor mij en ook heel veel andere collega's zit hem eigenlijk in de kwaliteit en de diversiteit van de cannabis die wordt aangeboden en de prijs. De ministers zien dat heel erg duidelijk. Ik snap ook wel dat ze daar zelf ook nu niet het volle antwoord op kunnen geven. Maar we hebben wel geconstateerd, dit is echt de belangrijkste opgave waar je wat meer duidelijkheid moet geven. Kijk, we kunnen geen prijzen voorspellen in 2021. Dat moet je ook niet willen. Maar het kan natuurlijk ook niet zijn dat de prijs van de wieten in de koffieshops dan met 20% omhoog gaat. Ik noem ze een getal, want dan weet je één ding zeker. Dan gaat de consequent de koffieshop uit aan de straat op. Dus dan zijn we het wel over eens dat dat een cruciale vraag is. Heel veel gaat nu van afhangen uh, hoe de producenten die men gaat selecteren, hè, dus zeggen die door de overheid gecontroleerde uh, witproducenten. Uh, hoe dat gaat komen. Als die voldoende spul kunnen leveren van een goede kwaliteit tegen een, uh, een goede prijs, dus niet te hoog. Ja, dan gaat het gewoon prima lopen. 26 gemeenten hadden zich aangemeld voor de proef en dat betekent dat er 16 zijn afgevallen. Ja, het advies geeft niet heel duidelijk aan waarom. Uh, die uh, wel en die uh, niet. Uh, de commissie heeft een aantal. Uh, Overwegende is een commissie geweest hè, die de minister heeft geadviseerd. Die zegt er moet spreiding over het land zijn. Uh, omvang grote aantal coffeeshops. Wij horen wel tot degene die. Nou, behoorlijk wat coffeeshops hebben. 13 in, uh, in totaal. Er zijn ook gemeenten met uh, veel minder. Um, en ze hebben uiteindelijk ook gezegd, het is ook wel aardig als er uh, uh, gemeenten zijn die wat uh, afgelegen liggen. Alleen, dus Groningen he, doet mee en de verdere omgeving niemand. En hier geldt bijvoorbeeld dat Arnhem er is. Dus dat geeft ook de mogelijkheid om daar samen op te trekken. Maar ook te kijken hoe de effecten dan zijn als twee gemeenten meedoen die relatief dicht bij elkaar uh, uh, liggen. Nou ja, de, uh, nogmaals, dit is niet specifiek gezegd daarom uh, Nijmegen, wat men wel heeft geconstateerd, dat geldt voor al die tien, die kunnen het in ieder geval aan. Die hebben voldoende ook uh, qua organisatiekracht en ervaring en kennis en kunde om uh, dit experiment goed mee te kunnen doen. Volg ons ook via RN7 Online op Facebook, Twitter, Instagram en YouTube.